De nummers 7 en 8 van het klassement. Viervoudig Europees kampioen Sablikova. En drievoudig Europees kampioen Pechstein. Sablikova doet voor de 10e keer mee. Pechstein voor de 19e keer. Is het weer geluk dat Sablikova nu voor haar langs gaat kruisen? Het leek eventjes andersom te gebeuren. Kan ze zou mee? Het een bewustie zijn? Deze twee vrouwen liggen elkaar namelijk goed, hè? Ja, dat zijn vriendinnen. Toen Pechstein terugkwam na haar schorsing werd ze door de meesten met een nek aangekeken. Niet door Sablikova. Die viel er in de armen. Sablikova heeft nog wat over voor een sprintje om nog de rit te winnen. En Pechstein in 1.58.80 houdt Graaf achter zich. En dat zorgt voor een lach in het kamp Pechstein. Je had maar uit goed door. En die reed een hele sterke 3 kilometer gisteren. Lang niet gezien. Gaat nu ook echt wegrijden van Lobisheva. Lobisheva ook maar een verval van 1,1 seconde. Gisteren eindigde Pedersen op het podium bij de mannen. Ja, Njatun heeft eindelijk de opwaartse lijn weer in haar carrière gevonden. Een moeizaam jaar achter de rug. En ze komt uit op 1.58.57. Waar anderen allemaal een halve seconde langzamer zijn, is zij een halve seconde sneller. Deze vrouwen die gaan voor ponyplekken. De nummers 1, 2, 3 en 4. Het is nog nooit gebeurd dat bij een Europees kampioenschap de eerste vier vlaggen dezelfde zijn. Valkenburg, 30-3. Moet nu wat toegeven. De Vries lijkt nu sterker. Want de slotronde moet komen. Dat is haar terrein. Of kan Valkenburg aanklampen? Dit is de ronde waarin de Vries haar winst zou moeten pakken ten opzichte van Valkenburg. Bij het Nederlands kampioenschap kwam ze er langs. Weer. Linda de Vries. 1.57.56. 1.57.76 voor Diane Valkenburg. De Vries vergroot haar voorsprong in het klassement op Valkenburg. En deze vrouwen lopen met deze 1500 meter ook weer uit op Sablikova en Pechstein. En ook op deze afstand zijn de Nederlandse vrouwen tot dusver dus een klasse apart. Op de 3 kilometer gisteren reed Wüst weer als in haar topjaar. Kan dat ook op de 1500 meter? Dan zou ze naar de 1.5, 1.56 moeten. Kijk, 28.6 en Antoinette de Jong ook een goede ronde met 29.2. Kan eigenlijk alleen nog maar van zichzelf verliezen. Dit Europees kampioenschap. De Olympisch kampioenen. Naar de bel. Weer een sterke ronde. 1,5 seconde verval en 1,9 seconde verval voor Antoinette de Jong. Ook de Jong is in elk rondje sneller dan ze was 2 weken geleden. Er zou voor Antoinette de Jong een persoonlijk record in de maak kunnen zijn. Wat heeft Wüst nog over? Is 1.56 mogelijk? Dat is het. 1.56.39 en Antoinette de Jong 1.59.02. Knap gereden weer van de Jong. Weer een persoonlijk record voor de Jong. Wüst vergroot haar voorsprong aanzienlijk op Sablikova en heeft nu toch echt niets meer van Sablikova ook te vrezen. Wel is het zo dat Antoinette de Jong haar podiumplek kwijt is. Goed gereden, persoonlijk record van de debutante, maar zij is nu de nummer 4.